Like deze video binnen 3 seconden voor extra geluk. En de like challenge begint nu. 1. Het werkt echt. 2. Maar dan moet je wel snel zijn. 3. Mijn naam is DutchTuber en vandaag spelen wij Murder Mystery. Het is een spel waarbij je een groepje spelers hebt. Alleen één van die spelers is de killer. En de andere spelers weten dat niet. En er is één speler en die is de sheriff. En dat is de enige die de killer kan stoppen van het inmaken van onschuldige spelers. We gaan door naar het eerste potje. Het kan zijn dat ik de killer ben. Dan moet ik dus proberen zo geheimzinnig mogelijk spelers in te maken. Want als de sheriff het ziet, kan hij mij inmaken. En dan ben ik af en dan zijn de onschuldige mensen gered. Maar het kan ook zijn dat ik zelf onschuldig ben. En dat ik dus eigenlijk gewoon mezelf moet verstoppen voor de killer. Ik ben onschuldig en dat is dus ook wat ik moet doen. Zeg maar, het is best wel creepy, want over 5 seconden gaat het spel beginnen. En elke speler die wij dan voorbij zien lopen, dat kan dan de killer zijn. Die kan een mes met zich meedragen zonder dat wij het weten. En die kan ons heel onverwachts in één keer inmaken. Oké, ik weet in ieder geval al wie de sheriff is. De sheriff, dat is de blonde jongen. Oh, dat is de killer. Oké, het meisje is de killer, het meisje is de killer, het meisje is de killer. Het meisje is de killer, oké, dat weten we in ieder geval. Oh, dat is zo creepy. Oké, het meisje is de killer. We weten wie de killer is. Dat is nice, dat is nice. Dat is echt serieus heel fijn. Want dan weten we namelijk waar we voor uit moeten kijken. Kijk, kan ik mijzelf ergens verstoppen? Ik ga mijzelf hierachter verstoppen. Dat was serieus super creepy. Zeg maar, sommige killers in Murder Mystery die kiezen ervoor om heel geheimzinnig te blijven. En om zo min mogelijk gezien te worden met het wapen wat ze hebben. Ik hoop gewoon dat de sheriff in dit spel het voor elkaar krijgt om de killer in te maken. He, want als namelijk de sheriff de killer inmaakt, is het potje voorbij. Maar maakt de sheriff een onschuldige speler in omdat hij denkt dat dat de killer is, dan is de sheriff af en de onschuldige speler op wie hij heeft geschoten. Dus de sheriff heeft zeg maar echt de grootste verantwoordelijkheid van allemaal. Ik ben 2 keer de sheriff geweest en ik heb het 2 keer verpest. Zeg maar, de eerste keer wist ik letterlijk niet wat ik moest doen, dus ik begon gewoon op mensen te schieten. Ik ging af. En de tweede keer, toen dacht ik dat ik de killer zag, omdat hij een soort van particles om zich heen had. Maar die particles, die hoorden gewoon bij de skin van een onschuldige speler. Dus dat werkte ook niet zo goed. Maar nu begin ik het spel een beetje door te krijgen en weet ik dus wat ik moet doen. By the way, willen jullie dat ik de volgende keer misschien wel het Bioblade haal? Het allerze... We hebben gewonnen! Boeia! Ik denk dat de killer is ingemaakt. Ik denk dat de killer is ingemaakt. In ieder geval, de Bioblade is het zeldzaamste mes in Murder Mystery. En als je dat mes hebt en je bent de killer, dan kan je die dus gebruiken om spelers mee in te maken. De sheriff is op dit moment een hero. Ja, omdat hij namelijk de murderer heeft ingemaakt. Hij heeft de bad guy ingemaakt, wat hem natuurlijk een heuse held maakt. Oké, wat is de volgende map? Oeh! De militaire basis. Hoe episch is dat? Tussen allemaal mega tanks en jets en pull-up wagons. Oké, dat gaan we sowieso doen. Maar eerst is het tijd voor het openen van een nieuwe mystery box in Murder Mystery. En uit zo'n mystery box kan van alles komen. Tot nu toe heb ik er heel erg weinig geluk mee gehad. Maar we gaan het proberen. Mystery box. Mystery box. Mystery box. 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 Oh, deze hadden we al. Deze hadden we al. Oké, wat zijn wij? Ik hoop dat ik de killer ben. Dat ben ik namelijk nog... Ik ben innocent. Ik ben een onschuldige speler. Het zou dus wel kunnen dat de sheriff bijvoorbeeld denkt dat ik de killer ben en mij inmaakt. En ook dan ben ik dus ingemaakt, maar dan eigenlijk per ongeluk. De enige die mij expres zou willen inmaken, dat is de killer. Is dit een militaire basis? Oeh, een van deze spelers hier is een killer, maar ik weet niet welke. Oké, wacht. Oh, dit is zo creepy. Ik weet serieus niet welke. En zoals ik al zei, de militaire basis is een map met tanks en met geheime Roblox-wapens van de Roblox-overheid. Oké, wacht. Ik denk dat hij misschien de killer nog wel eens zou kunnen zijn. Dat zeg ik ook letterlijk op het moment dat hij gewoon, yay, gewoon begint te dansen. Maar de reden dat ik dat denk, is omdat hij echt een beetje afzonderlijk van de andere spelers beweegt. He, dus dat is wel iets wat de killer vaak doet. Die probeert zeg maar spelers in te maken wanneer er niemand anders bij is. Zodat er geen ooggetuigen zijn die weten dat hij dan de killer is. Dus hij heeft een soort van, ja, een soort van voorzichtigheid om zich heen hangen. Dus als je een speler zich een beetje opzichtig... Oh nee, ben jij de killer? Jij bent de sheriff. Oké, hij is de sheriff. Iemand met een pistooltje is altijd de sheriff. Dus hij daar, die we net zagen lopen, is degene die de killer kan inmaken. Dus bij hem zijn we juist veilig. Als we bij hem zijn, dan voelen we ons veilig. Want hij is namelijk de enige die ervoor kan zorgen dat de killer finito gewoon verdwijnt. Maar waar is de killer? I seriously don't know. Ik weet niet waar die is. Maar ik heb wel al een hele mooie verstopplek gevonden. Dat is hieronder. Oh nee. Ik zou... Oh nee. Zou dat de killer zijn geweest? Dat zou nog best wel eens de killer kunnen zijn geweest.
Hij liep wel echt even rond, alsof hij aan het zoeken was naar Er zit daar iemand in een tank. En er zit daar iemand op een tank. Oh, er zijn hier zoveel spelers. Maar wie is de killer? Ben jij een speler? Nee, dat is waarschijnlijk geen speler. Dat is gewoon zeg maar een NPC, zoals ze dat noemen. Dat is een speler. Of dat is zeg maar een computer aangestuurd mannetje. Oké, wacht. Wie is het? Wie van deze spelers is de killer? Zeg maar letterlijk, dit meisje zou... Werd er nou iemand ingemaakt? Oh, nee. Oh, nee. De sheriff heeft de verkeerde persoon ingemaakt. Oh, nee. Er liggen daar twee spelers die af zijn gegaan omdat de sheriff heeft de verkeerde persoon ingemaakt. En nu zijn ze allebei af. Oh, wat naar. Oh, de sheriff die dacht waarschijnlijk dat hij... Oh, nee. Nu is dit de sheriff. Oké, dit meisje is nu de sheriff. Oké. Dus we moeten voorzichtig zijn. Eén van deze drie spelers is de killer. Maar wie is het? Die blonde jongen. Is dat hem? Die blonde jongen ziet eruit als een killer. Ik weet niet waarom. Is dat... Ik weet het niet. Wie is de killer van deze spelers? Dat is de grote vraag. We weten nu in ieder geval dat dit meisje met groen haar de vervangende sheriff is. Omdat de eerste sheriff dus een onschuldige speler heeft ingemaakt, waardoor hij zelf ook afging. Oké, we moeten heel voorzichtig zijn. Het kan ook best zijn dat er nog ergens anders een speler rondloopt die de killer is. Maar ik denk dat één van deze spelers het is. Ik weet niet waarom. Maar waarschijnlijk doet hij er niks mee op dit moment. Omdat hij weet dat de sheriff in de buurt is. En als hij dus nu iemand inmaakt, dan is hij de pineut. Oké, wacht. Ja, hij is het! 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 Oh, oké, maar wie is nu de sheriff? Oh, hij zit achter mij aan. Oh, hij zit achter mij aan. Oké. Dat is wat Murder Mystery zo episch maakt. Dat is letterlijk wat Murder Mystery zo episch maakt. Je bent gewoon misschien wel... Je staat misschien wel gewoon 3 tot 4 minuten lang naast de killer. En je weet gewoon niet dat hij het is. Maar we hebben het gehaald. De vervangende sheriff heeft de killer ingemaakt. Booyah! Oh. Dit was een van de spannendste potjes die ik ooit heb gespeeld. Je moet je voorstellen, we stonden letterlijk gewoon tussen 4 andere spelers in. En al die tijd was één van die 4 spelers de killer. Maar wij wisten niet wie. Dus het kan best zijn dat we gewoon arm aan arm stonden naast de killer. Maar we hadden dat helemaal niet door. Oké. Super spannend. Super Saiyan spannend. We gaan nog één potje spelen. En we doen dat in de politiemap. Let's do this, bro. De meeste mensen die willen de politiemap zien. Oké. Ik hoop stiekem wel dat ik de killer kan zijn. Ik denk serieus dat ik daar nog best wel goed in ben. Klinkt bijna zorgwekkend. Ik denk dat ik er goed in ben om de killer te zijn. Nee, maar ik denk op zich wel dat als jij gewoon als killer zijnde zoveel mogelijk bij de grote groepen met spelers wegblijft. En ik ben de sheriff. Oké, dus ik moet proberen de killer in te maken. Oké, dus ik ben de enige die de onschuldige spelers kan redden. Oké, dus ik moet gewoon heel goed opletten. Ik moet gewoon heel goed opletten. Als ik denk dat ik een killer zie, dan moet ik hem inmaken. Oké. Wie is de killer? Wie is de killer? Dat is iets waar ik achter moet zien te komen. Want als ik dat weet, dan kan ik de killer inmaken. Ben jij de killer? Hij was net de killer. Hij was net de killer in het vorige potje. Oké, wacht. Ik zie nu nog niet dat iemand is ingemaakt. Dus het ziet er naar uit dat de killer zichzelf nog niet heeft laten zien. Kijk. Wacht eens even. Er is hier iemand in... Oh, nee! Oh, nee! Oh, ik had het kunnen weten! Ik had het kunnen weten! Oh, nee! Pijnlijk. Pijnlijk moment. Ik zag dat er iemand was ingemaakt. Maar het ding is, de killer die dat deed... Ik dacht hij onschuldig was, want hij zat er zo bij van... Oh, je bent ingemaakt. Maar hij was de dader. Hij bleef letterlijk bij het slachtoffer staan die hij net had ingemaakt. Waardoor ik dacht dat hij het niet was. Maar je gaat ervan uit dat een killer gelijk weggaat van zijn slachtoffer, right? Maar hij was het. Oh, en ik had een pistooltje. Ik had hem kunnen inmaken. Oh, dat is zo naar. Dat is echt serieus super naar. Maar nu ben ik wel benieuwd. We weten dus nu dat hij het is, right? Hij is het. Ja, hij is de killer. Oké. Oké. En er zijn nog een... Oh, kijk, daar lig ik letterlijk. Ik zag mezelf letterlijk liggen daar. Is hij het? Of niet? Nee, ik weet het niet meer. Nee, hij is het! Hij is het! Denk ik. Want ze zitten hier gewoon. Oh, dit is zo... Zo... Naar. Like, literally. Wat ik me trouwens wel afvraag... Wat kan ik eigenlijk met pets? Kan ik die met mij meenemen? Ik kan hem een naam geven. Ik noem hem Foxy. Vind ik een leuke naam. Confirm. Oké. Onze pet die heet Foxy. Welke knife skin willen wij? Ik vind de Lovely vind ik wel leuk. We hebben trouwens alleen nog geen gun skin. Dus eigenlijk moeten we die wel krijgen. Want als we dan weer... Ja, dit is de killer. Dit is letterlijk de killer. Hij heeft ons net ingemaakt. En hoeveel spelers zijn er nog over? Nog 2. Er zijn nog 2 spelers over. En de killer die is op een killing streak gewoon. Hij gaat er doorheen met zijn mesje. En soms doet hij hem natuurlijk heel tactisch even weg, hè. Zeg maar, dat is slim. Als jij de killer bent en je loopt de hele tijd met jouw mes zo... dan weet iedereen dat jij de killer bent. En dan kunnen ze beter voor je uitkijken. Maar als je met... Oh, nee. Oh, nee. Ja, daar ga je. Oh, hij heeft net iemand ingemaakt. Er is nog 1 speler over. Er is letterlijk nog 1 speler over. Oh, nee. Hij zit op de grond. Waarom doe je dat nou? Oh, de killer is daar. Oh, kijk nou uit. De killer liep langs je, bro. Oh, dit is zo spannend.
Dit is zo spannend. Weet je wat? Om de video mee af te sluiten is het enige wat ik graag nog even zou willen doen. Een crate openen. En dat is een crate die ik nog niet eerder heb geopend. Namelijk een gun crate. Dus dan kunnen wij een skin krijgen voor ons pistooltje. Dus ja, let's do this. Er zitten best wel wat epische dingen bij. Dus ik hoop dat ik een mooie krijg. Dat ik een zeldzame krijg. Het is... Nice! We hebben een zeldzame! Oh, die is zo gaaf. Oké, die gaan we met ons meenemen. There we go. We gaan naar de... Waar kunnen we dat doen? Classic? Staat... Ja, we hebben hem hier. Oh, dat is zo nice. Oké. De volgende... You are kidding me. De killer zit letterlijk naast iemand die onschuldig is. Wacht, wat? De persoon met dat soort van... Wacht even, ik snap het niet. Waarom maken ze elkaar niet in? De killer die maakt deze speler letterlijk niet in. Ik weet niet met welke reden, maar schijnbaar vinden ze elkaar aardig. Oké, tot de volgende keer. Ik was geen goede sheriff, omdat ik net iets te laat was met handelen. Daarom moet je altijd snel genoeg zijn. En ik zeg adios. Ah.